Welkom bij een nieuwe aflevering van de Garde van Gert. Vandaag omgedoopt tot de Garde van Gertelomeus. Naar analogie van het restaurant van mijn gast vandaag, Bart de Smit. En jouw restaurant heet Bartelomeus. Hè? Ja, van die heilige. Ja, maar heel mooi. Chic, chic, chic. Zeg Bart, wat gaan we... We gaan een worstenbroodje maken ja? Met een beetje kaas op. Een briochebroodje, worstenbrood. We gaan dat worstje zelf maken. Een beetje kaas, witte kool. Worstenbrood, dan denk ik aan bladerdeeg en zo, maar dat ja, is het niet. Ja, ik ga dat een keer anders doen. Allee. En we gaan eens zelf dat worstje maken. Ik denk dat je dat graag doet. Dat is een van mijn specialiteiten. Oké, we gaan beginnen met ons worstje. Dus wat heb ik? Gehakt en spek. Gehakt en spek. Ik heb wel gehakt die praktisch niet gekruid is. En van welk beest? Van varken en kalf. Praktisch eigenlijk bijna 50-50. Alles varken. Spek, zacht gerookt. Ja. We gaan een plastic folieje nemen. Ik ga daarmee beginnen. Hè. Nu, een worstenbrood, het klonk heel simpel, maar ik denk dat het toch net iets meer wordt als ik de ingrediënten er ook zie staan. Ik zie er een klein truffeltje liggen ook. Oh, dan mag dat bij, waarom niet? Zeg Bart, je begint dan met de keuken te kuisen. Dat is een blamage voor mijn kuiskunsten. Hè. Dus wat ga ik doen? Ik ga dat eerst vochtig maken. Ah, oké, het is niet voor... Sorry. Zie je dat? Ja, ik zie het. Het blijft plakken, hè. Zie het. Dus de mensen kunnen dat gewoon op hun aanrecht ook doen? Of moet dat op je... Overal. Op dat dood gaat dat niet goed gaan. Oké. Zo, we gaan gewoon wat spek nemen. Doe dat op mijn gemak, hè. Ja, maar we hebben tijd. Bart, we hebben tijd. Goed. Zo. Het is een soort goocheltruc dat we gaan doen met spek. Zo, kijk. Het gaat om spek bij de benen, hoor. Dus ik ga eentje... Lichtjes die liggen zo net over elkaar. Over elkaar. Ja. Dus een beenhouwer kan dat ook al. Hè. Ja? Dus hoe je papier neemt. Dan gaan we gewoon... Zo kan je zelf ons worstje maken. We weten hoe dat erin zit. Dus maar ons spek is iets gezouten. En ons gehakt weinig. Je vraagt dan nu een beenhouwer weinig. Oftewel neem de spek die praktisch niet gezouten is. Maar dat is altijd een beetje gezouten. Dus eigenlijk zorgt dat spek voor de kruiding van uw... En ook om dat worstje samen te houden. En dat is lekker ook, spek. En gehakt ook. En zo gaan we dat aanspannen. Worstenbrood is iets wat ze in Antwerpen vooral eten met verloren maandag, ja. Beste Bart. Maar bij jullie in West-Vlaanderen niet, hè? Nee, we eten dat niet. Nooit? Nee, maar toch niet met verloren maandag? Is dat niet een typisch Antwerpse... Nee, we kennen dat zelfs niet, verloren maandag. Dus dan is bij ons worstenbrood, of voor de mensen die dan geen vlees eten, appelbollen. 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 Nu is dat even... Dat is even... Hè, verschieten. Zo, kijk. Prachtig. Kijk, praktisch. Maar die gaat iets te lang zijn, want mijn papier is niet... Mijn plasticfolie is niet lang genoeg. Breed genoeg. Dus ik ga dat zo doen. Dus dat is al niet meer moeilijk. En nu gaat het terug in de folie gewoon om het aan te trekken terug? Ja. Het moet een strak worstje zijn. En als je die goed aanspant, dan gaan we gaan die eerst pocheren. Dan gaan we dat straks... Kijk, jij moet het vuur al aansteken. Dus wat ga ik nog doen op het einde? Ik weet het niet. Een klein beetje plasticfolie nemen. En die zo. Ja? Anders gaat het daar straks dan prutsen. Maar het gaat ook niet openrollen dan, hè? Nee, dat hopen we gaan er een knobbel kunnen leggen. Ik kan dat anders aan u overlaten. En nu zo de boel opspannen, hè? Dat is toch de bedoeling? Oh, maar het is een prachtige... Schoon worstje. U heeft een prachtige worst. Het is een lust voor het oog. Heb je kleinere vingers dan ik? Nee. Nee? Jij kunt dat. Zo'n knobbelje maken. Ik zal het proberen. Maar het moet spannen, hè? Ja, maar ja. Dat is... Jij kunt dat. Die jongen. Hè? Je hebt daar meer geduld voor, waarschijnlijk. Nee. Oh, ik heb al stress. Man, ik mag ook eens iets doen. Het moeilijkste van heel de dag. Zo, de volgende oprollen. Terug wat plasticfolie oprollen. Ik moet toch de volgende knobbeltjes ook niet maken. Lukt het? Eentje. Kijk, je kunt dat. Goh. Ik heb echt van die berenpootjes. Dat gaat niet. Hè. Van die boerenhanden zo. Ja, ik weet het niet wat dat is. Dat is speciaal, hè. En heb je er nog op andere momenten last van? Nee, voorlopig niet.
Ik had die niet al uitleggen. Ja, maar we hebben tijd vandaag, Bert. Voor ja, wat, de ontboezemingen en geheimen. Tja, het is... Ja, het is... Wacht, ik kan nog iets anders doen. Het is wat dat is. Ik kan nog iets anders doen. Voilà. Stukje plasticfolie. Ik ga daar zo gezegd een touwke van maken. Oh, dus het was eigenlijk allemaal niet nodig. Nee. Ik wil een keer dat mijn voet mee spelen. Maar nu dat ik het natuurlijk gedaan heb, nu ga ik het vanzelf. Hè. Zie die hier. Man. Als je nog eens iemand zoekt in een Bartholomeus voor knopen te leggen. Ja, dan bel ik naar u. Vooral niet. Ik moet hier ook knobbel krijgen. Toch? Ja, toch. Zo, ik ga je het volgende worstje laten maken. Hè. Dan heb je iets gedaan. We hebben er toch twee. Oh ja. Eén de man had er nog eentje dan. Nee. Ja, ik wil dat proberen, maar het zal beleggen zo schoon niet zijn als deze hier. Dus wat gaan we doen? Vanaf dat kookt, gewoon... Dat worstje erin. Dat worstje erin en gewoon eens goed laten opkoken. En dat waarom? Ja, dat gaat straks gemakkelijker zijn. Als je met dat brood samen in de oven gaat steken, gaat je gehakt anders nog niet gaar zijn. Ah, en het gaat gemakkelijker zijn voor straks eens voor te bakken, want dat gaat niet lang in de oven zitten. Dus wat gaan we doen? Ons brioche versnijden, hè. Dus we gaan het jasje eigenlijk maken van... Van briochebrood. Ja, briochebrood. Veel minder vet, hè. Ja, vet, daar zijn we niet voor, hè. Nee, hè. Er zit toch geen boter maar in, hè. Een goeie briochebrood met eieren en boter, hè. Ja. Hè? Een goeie briochebrood moet er goed boter zitten, hè. Wil je dat niet, dan neem je een mooi wit broodje waarschijnlijk, hè. Ja, dat zou wel kunnen, eventueel. Ja. We gaan er twee maken, hè. Ja. Het is eigenlijk zo iets weg op de voetbalokrij, een soort hobbyclub maken eigenlijk. Het is, zo maken ze ook bij ons in het kraam. Ja. Zo, we gaan niet doorsnijden. Je kunt dat mooi op voorhand doen ook. Schoon. Ziek, hè? Ja, maar het is knap. Ik ben nog maar achter, hè? Ik ben volledig sprakeloos. Zo, één. Dan gaan we een tefalpan nemen en dan gaan we die een klein beetje bakken. In boter, Bert? Moet er boter bij? Nee, leuk, vrouw. Moet niet. Even, ik ga een lawaai maken. Hè. Ja. Voilà. Soms kan het niet anders. Hè. Ik ging erop reageren, maar ik was weg. Soms moet er wel lawaai bij zijn. Zo. Nu gaan we erin, hè. Dat duurt te lang, hè. Zeker. Ja, maar het komt water moest koken, hè. Kom wel goed. Ik vind ook dat we ruim water hebben, ja. Bart. Kom van de zee, hè. Het is voor onze ecologische voetafdruk. Gaat vandaag die... daar gaan we niet super mee scoren, denk ik. Ik hoop dat we die worsten nog terugvinden in die zee. Dus we gaan dat gewoon eens laten opkoken. Hier gaan we toch een klein beetje boter. Klein beetje boter. Clarifieerd, hè. Je weet... Liefst van al bij mij met boter. Hè. Ja, maar het gaat ook nooit anders een schoon bruin korstje krijgen. Hè? Nee. Zo. En nu voorzichtig en kijken wanneer dat het begint te kleuren. Het moet gewoon wat gekleurd zijn. Ik geef die verantwoordelijkheid volledig aan u. Oké, maar dat is zo toosjes en dit en dat. Niet aangebrand, hè? Nee. Het aangebrand. Leger zijn ze altijd, kan zijn noir circuit. Hè? Dat is alleen de soep, hè? Aangebrand. De soep is aangebrand. Ik krijg stress, hè, want ik moet dan maar één iets heel eenvoudig doen. En als dat dan misloopt, dat is natuurlijk genaamd. Dus gaan we doen? Een salade maken van witte kool. Het is een vreedbeest. Ik vind dat lekker, salade maken van witte kool. Dat is knapperig. Je kunt er 100 man eten mee geven. Juist, hè. Ja, ik weet het niet, ja. Dat binnenste, dat mag je niet meedoen? Jawel. Ah, toch, okay. Maar het moet toch fijn kunnen snijden. Je vertrouwt het niet, hè.
Nee. Want dat kunnen we nu eens volledig in mijn handen leggen, hè, zoiets. Zo, dat is lekker, hè. Dit is eigenlijk... Heb je geen kom voor de salade? Ja, dat is zeker, hè. Dit is eigenlijk wat ze noemen comfortfood, hè, dat we maken vandaag, niet? Hoe is dat dan? In een fauteuil? Ja, zoiets, een soort eten waarbij dat je zo wat, goed begint te voelen. Zo, Niet te complex, zo. Allee, ja, bedoel, het wordt al... Maar zo... Heb je dat nooit dat je zo... Ik ken dat iedere dag. Ja, maar ja, dan is dat altijd comfortfood bij je, dat is goed. Nee, soms heb je eten dat je zegt... Ja, soms heb je zo... Een hele toffe snack ook, hè. Ja, maar hallo. Nee, maar, ja, maar wie was de... Wie ging de broodjes doen? Ik ga eraan blijven. En u hoort hem stilletjes dat er niet mis gaat lopen, natuurlijk. En die worsten, dat weten we niet. Gewoon, dat is op het gevoel wanneer dat die... Dat moet gewoon een keer gekookt zijn, hè. Ja. Die asbestvingers weer. Daarom zijn die zo dik. Er zit een laag asbest op. Zo, wat gaan we nog doen? Ik ga een shallotje nemen. Ik ga er een klein beetje shallot bij doen. Bij ons slaatje. Dus je hebt eerst kool en dan wat shallotten erbij. Dan heb je de comfortfood. Nee, deze hier is de comfortfood. Groente. Zelfde comfortfood, Bart. Dus wat doe ik veel, is een shallotje op zuur zetten. Je kunt dat doen de dag ervoor. Neem dat voor een chardonnay als een. Rijkelijk? Ja, gewoon erin doen. Die wordt er eigenlijk in gemarineerd. En dat kun je eventueel een nacht laten trekken? Dat kun je een paar dagen ervoor doen. Zo, dan heb je een shallotje in het zuur. Prachtig. Ja, dat is een wonder. Gewoon, hè. Een wonder der keuken. Ja, die worstjes gaan er ook uit halen, hè. Dat is zeker, hè. Ga ik dat doen, zeker, hè. Maar dat mag, maar ik heb hier ook zo'n moral, hè, jongens. Doe dit thuis vooral niet na. Ja. Maar ben ik niet met mijn handen in dat water gegaan, hè. Moet u... Ja. Oké. Goed. Het is een klein beetje al... Allee. Begin, hè. Ja. Veel boter zit er niet meer in, hè. Die zit allemaal in die... Ja, dat is de bedoeling. Je moet niet zwemmen ook. Het zit hier ook Nee. Het zit hier ook als vet in, hè. Dat water, hebben we dat nog nodig voor iets? Nee. Ga jij nog iets koken? Straks de afwas. Ja, dat is goed. Ik zal het dan nu bekend zetten. Dan. Dus wat ga ik dan nog even doen? Een klein beetje kruiden. Dus wat heb ik hier? Bieslook, peterselie, dragon. Bart, wat denk je? Nog een beetje of wat? Nog een klein beetje, hè. Klein beetje. Pas op dat het niet kapot gaat, hè. Ja, anders doen we het eraf, ja. Hè. Stop het maar, hè. Draai zo, hè. Ja. Is goed, hè. Maar dat gaat die ronde natuurlijk niet zo schoon kleuren, omdat er... Ja. Ja, maar ik zoek dat vuur een klein beetje harder zetten. Dat gaat er zo niet prutsen. Nu heb ik er niks meer mee te maken. Nee. Nu distancieer ik me volledig van het gebeuren. Nu is het volledig, hè? Ja. Dat is zo, hè. Als je thuis zo een apparaat in marcheert, maar je hebt er zelf al wat aan geknoeid, dan is uw garantie ook weg. Hè. Je moet, ja... Zo. Prachtig, hè. Nee, is gewoon, hè. Ja. Wat gaan we daarbij doen? Een kaas, een romige kaas. Ik heb hier ik heb hier mee een Damse mokke. Dat is gewoon met hem. Komt van bij mij in de streek. En hoe, wat smaakt dat zo? Is dat zacht? Dat is zo'n brie. Hè. Een brie. Zo, maar... Wil je het proeven? Nee. Nee. Allee, toch een klein stukje dan zo. Nee, ik krijg al geen meer. Allee, het is gewoon... Zijn dat... Thuis zeggen ze dat ook, met de kans gehad. Zo. Voilà, hoppa. Kijk. Prachtig, hè. Die pan ook niet meer nodig. Nee, jawel, nee, die worstjes gaan we bakken, zeker. Nou ja, kort. Ja, dat is nou toch weer een gigantische pan, hè. Ik ken dat niet aan. Maar nee, dat is goed. Allee. Voor de afwas te beperken. De afwas. Ja, oké. Ga die eerst de afwas aan mij geven en dan... Ah ja, maar ja, ik dacht, nu kan een pannetje meer of kijk, minder. Kijk, dus het voordeel van de, je plasticfolie wat op te krullen, is dat ik dan niet ga zitten aan prutsen voor dat een uur te vinden. En dan gaan we dat gewoon... Daar is ook niks meer nodig, want dat is vet genoeg waarschijnlijk. Hè? Ja. Zo. En nu moet jij wat
Ze wouden ze laten dansen eigenlijk. Ik moet zeggen, dat zijn ja, prachtige worsten hè? Ja. Nee, maar het is waar. Ja, natuurlijk. Trek je niet tegen. De maat van mijn andere worst. Nee, maar als die zo allemaal echt krak hetzelfde zijn, dan denken de mensen, ja... Ja, die heeft dat gekocht, hè. Die heeft dat gekocht, hè. En dat mag vooral toch niet bij de mensen het idee zijn, hè. Top, hè. Wat we daar straks nog bij doen? Truffel. Ja, maar een echt, nee. Geen... Zeg, maar wat kunnen de mensen thuis gewoon zo een truffel kopen? Want dat kun je niet gewoon in het groot warenhuis kopen. Bij uw groentenhandelaar of zoiets? De meeste groentenhandelaars hebben... Geboden. Je geeft mij een taak nee, en dan grept hij. Zot, hè. Ja. Hey. Je bent een controlefreak, hè. Denk ik. Ja, ik ben er zeker van. Nee, maar dat is toch niet, want er zit ja, heel veel maar verschil op. Geen olie gebruiken, doet er dan niet op. Ik zeg je niet dat je dat moet opdoen. En geen olie gebruiken en geen van die bokaal gaan halen. Van, hoe noemt dat? Ja, bokaal. Zo, een pasta van truffel, dat is allemaal geen truffel. Dus dat is allemaal synthetisch. Ik zeg want, niet. Een truffel verliest enorm snel ook zijn smaak. Hè? Truffelolie bestaat ook niet, dat is allemaal synthetisch. Dus gewoon afblijven. Dat ziet er bijna goed uit. Ja, hè. Dat begint te ruiken naar het voetbal. Hè. Ja, het is te zien naar welke ploeg. Alleen nu die handen, Bart. Dat is allemaal gevaarlijk. Je geeft het slechte voorbeeld aan de mensen. Sorry. Doe dat niet thuis. Nooit Gert, wil u alstublieft de worst uit de pan halen? Oh, kijk. Hier, even. Want met de vingers is dat te gevaarlijk. Je kunt zich verbranden. Ah. Met ene vork ook. Zo, voilà. Schoon. Ons worstje ligt in zijn bedje, denk ik. Hey, schoon is hij. Hey. Al is dat ik het zelf zeg. Een beetje kaas. Ik ben benieuwd hoe dat die smaakt, maar goed. Maar ook daar kunnen de mensen creatief in zijn, hè, Bart? Ja, je moet... Die kaas, dat mag ook verschillende... Gewone kaas. Waarom? Die kaas moet daar weer niet op, hè. Er is niemand dat zegt dat dat moet, hè. Nee, maar ja, de kaas moet er niet op, het wusje moet er niet in. En ja, dan duurde dat hier een brioche natuurlijk. Eet een blokken. Zo. Terug die grote pan van de just. Die hebben we nog. Ja. Zorg voor de afwas, hè. Wat gaan we erin doen? En we gaan dat zo in de oven steken, hè. Nee, dat mag, hè. Dat mag. Ja, is dat dus... niet een beetje... Nee. Okay. Het is van dat worstje. En de truffel gaat er ook al op, of? Wel, kijk, ik kan de truffel de een eronder doen. En de andere straks erop. Hoe bewaar jij je truffels? Gewoon in een rijst, droge rijst. En je steekt er een vers eiken bij. Je neemt de speciale rijst voor de risotto. Zo. 180 graden. 10 minuutjes, 5 minuutjes. Moet eigenlijk niet meer, er is niks dat nog moet garen, hè? Eigenlijk. Nee, het is gewoon uw kaas dat moet smelten. Oh, voor het comfortfood gegeven. Ja, hij is vertrokken, hè. Is vertrokken. Is goed. Ja. En nu ons salaatje, hè. Die kaas weer weg. Moet proper blijven, hè. Ja, absoluut. Hè? Ja, graag. Ik ben blij. Ja, maar ik heb begonnen met mijn keuken te kussen, maar ik dacht dat, maar dat was voor die plasticfolie. Het vuur hebben we niet meer nodig, hè. Vuur hebben we niet meer nodig. Salaatje maken. Wat olie op doen. Met boter gaat dat niet, want dat gaat opstijven. Ah, allee. Dat was olijfolie of maakt niet uit? Dat maakt niet uit. Zure shallot erbij. Witte kool doet ook in het zuur, hè. Dus dat kan, hè. En bij mijn choucroute bedoelde? Ja. Ah, ja. Dus dat mag gewoon zuur zijn. Dat mag ook gewoon zuur zijn voor het vet wat af te breken. Peper en zout. Ik zal eens een bord zoeken, hè, Bart. Ja. Heb je graag een vierkant bord of een rond bord? Of kan je dat geen fluit schelen? Ik ga mij geen fluit schelen. Ja, dat was ik al bang. Dat dacht ik al.
Dan pak ik een vierkant, omdat onze... Ik heb erover nagedacht, eigenlijk. Ja, dus ook vierkant recht. Ja, we hebben zo rechthoekjes en dan op een vierkant bord. Voilà. Kijk, de kaas is gewoon aan smel. Dat is het met die kaas. Maar je kunt zo'n kaas hebben die begint te schiften ook, of die overdreven straf is. Dus dat is eigenlijk ook de bedoeling niet. Dat je zo geen kaas hebt die... Dat is een grief in huis, hè? Jongens, toch? En in Bartholomeus, dat moet daar, die keuken, dat moet daar blinken, dat is niet normaal. Dat is zo ook. Ja, maar dat moet, hè, Bart. Ja, hè? Dat is toch verschrikkelijk, zo'n vuil keuken? Dat gaat niet, hè? Vertel eens een verhaal, je kunt dat goed. Dus eigenlijk zijn we zo goed als dresseer klaar, laat ons zeggen. Ja. Ja, maar ja, kijk, wat heb je dat? Er ligt een haar op mijn bord, zeg. Is dat mogelijk? Even dat proper maken. Zeg. Zo. Voilà. Zo. Had je dat salatje? Maar zo ziet je in feite dat het simpel is. Je kunt dat thuis maken, doet dat op voorhand. Ja, dus eigenlijk tot het in een oven steken kunnen we dat al even op voorhand. En je zei niet met bladerdeeg, omdat er, ik weet niet hoeveel, je weet wat dat erin zit. Een goed briochebroodje. Geen slechte boters, geen margarine is in mijn bladerdeeg. Simpel. Simpel en is goed. Is de boodschap. En een keer iets anders. Alright. Kijk, dat ziet er al. Ziet er niet slecht uit, hè? Hier zit de truffel onder. Dat is zo'n vierde man, voorzie je de normaal waarschijnlijk. Ik denk dat die ben net dat al. Nee, ik denk wel dat het. Het is. Het is ook Cousteau, hè? Heel kindvriendelijk ook. In feite is het gewoon een boterham met een fijn worstje op, hè? Ja, ja. Ik moet nu niet zeggen dat dat. Welke ga jij op eten? Ik ga er meer salade op leggen, hè, dan. En waar zit de meeste truffel in? Ja. Ik denk dat we ze alle twee mogen... Simpel en goed. Kijk, ik vind dat, ik vond dat een keer tof. Dat is verjongend. Oei, oei, er valt een stukje truffel uit. Ja, dan zal ik hier... Dat is een heel... Truffels zijn goed, hè. Truffels zijn goed. Voilà. Ja. Snel klaar vandaag. Maar het is ook een relatief eenvoudig gerecht. Bart, kondig het misschien af. Zelf. Wat hebben wij vandaag gemaakt? We hebben een eigen creatief worstenbroodje gemaakt. Zelf ons worstje gemaakt. Heel belangrijk. Briochebroodje, lekker salade, wat kaas erover. Geniet ervan. Voilà. Meer moet het niet zijn. We gaan er zo meteen zelf van genieten. Maar eerst mag u het gerecht nog eens bewonderen. Wil u het zelf thuis klaarmaken? Dat kan uiteraard. We houden u niet tegen. Integendeel. We hebben niet liever. Surf naar njam.tv, daar vindt u dit recept. Maar uiteraard ook alle recepten die u ooit op Njam heeft zien passeren. Dus zeker de moeite waard om te doen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende Garde van Gert. Bart, bedankt. Ik dank u. Jij mag dat worstje opeten. Zoals ik dit zeg. Ja, maar ik ga... We hadden er toch geen extra moeten maken. Dan hadden we nu al kunnen van eten. Maar ja, goed.